Hallo Pieps, vandaag even een kort tutorial over de Superchamp XD. Het is een Fender amp, buizen amp, 15 watt. En ik ga het vandaag hebben over de DSP effecten van deze amp. Je hebt een versie wat hierna uit is gekomen, dat is de Superchamp X2. Vandaag hebben we het over de Superchamp XD. Nou, we beginnen eerst met je hebt hier de DSP-effecten. We beginnen met de vibrotone. En dat is eigenlijk een simulatie van de Fender versterker, waarbij ze een Leslie speaker, dus dat is een Hammond, voor zo'n orgelspeaker dan erin hebben gestopt. En dan gaat hij een beetje draaien. Dus ik zet hem even op 10 en dan kan je het verschil horen. Je hebt voor alles 3 standen. Kijk, daar komt hij dan. En het lijkt ook best wel op de tremolo, daar kom ik zo op. Maar dit is hem op 10. Best wel extreem. Reverb erbij. Oké, dan gaan we door naar de tremolo. Het is dan extreem op 10 dan, maar normaal zet je hem dan iets minder. Oké. Wat je nog hebt als DSP effect is de delay. Dan gaan we door. Je hebt verschillende tijden dan met de delays. Reverb. Dus je hoort al de echo's. Door naar de chorus. Going back to the 80s. Nee, grapje over de 80s. Maar dus je hebt dan best wel veel leuke dingen ermee. Best wel leuke effecten wat je kan gebruiken voor verschillende soorten liederen. Even kijken, ik gebruik hem vaak op reverb. Hangt dan ook wat voor ruimte je zit, hoe groot de ruimte is. En dan zet ik dan een reverb erbij. Dus dat is eigenlijk in het kort de effectkanalen van de Superchamp XD. Hopelijk heb je het een leuke video gevonden. Hit die like button, je weet zelf hoe dat gaat. Thank you!